Hallo. Je vraagt je misschien af waarom ik nu in mijn kamer ben in deze playlist. Maar de tomaten 18 die ik samen met Hans deed in het magazijn, heb ik per ongeluk gewist van mijn camera. Dus ik doe het hier thuis. Alleen met een twist, met een iets anders. Want ik heb het oudje van tomaten 18, het oudje. Kijk, dat is hem. Maar het maakt niet uit. Ik laat je hier of hier, waar je ook mag kijken. Ik ben gespiegeld hier dus. Zie je dan een afbeelding van de nieuwe uitmonstering. Maar het is ongeveer hetzelfde. En het is een 18 jaar oud. Het is gerijpt in een eerst bourbonvaten en dan ongeveer 3 jaar lang in Oloroso sherryvaten. Daar krijg je wel een beetje fruitgaard geur. Als je door een appel en peren fruit gaat loopt. Dat soort geur. En het heeft ook een beetje de geur van siroop. En een heel klein beetje rokerige heide. Daarna gaan we naar wat je moet proeven. Hè? Maar ja, ik heb er eentje ingeschonken al. Hè? 46%. Ik heb mezelf een beste ingeschonken, want ik vind het zo lekker. Ze zeggen hier, en ik ben met ze eens, deliciously sweet, citrus, donker chocola, met een licht eikenrandje, zeg maar. De finish is lang, zoet en een beetje droog. Dat is de tomaten 18. Te koop bij de Betere Slijter. Je ziet de afbeelding hier zometeen. Tot zo.